Hallo kijkers. Ik ben een stem van dit kanaal. Alles dat ik zeg komt gewoon van Dennis. In deze aflevering ga ik een handvol aandelenfondsen belichten die in september dividend boeken, maar ook nog een deel van augustus, omdat er belangrijk nieuws is te melden. De benoemde aandelenfondsen zijn natuurlijk in Dennis' zijn portfolio ondergebracht en onderdeel van zijn investeringsplan. Wij gaan als eerst nog even augustus onder de loep nemen. Royal Dutch Shell boekt 12 augustus dividend. Zoals er al is gespeculeerd, hebben ze goede kwartaalcijfers gerapporteerd en gaan ze het dividend verhogen. Dit is nog een mooie kans om voor de ex-dividenddatum je positie te vergroten. De aandelen van Royal Dutch Shell kunnen nog enkele dagen voor de dividendboeking worden gekocht omdat er maar een geringe koersdaling na de ex-datum wordt verwacht. BP was hetzelfde verhaal. De kwartaalcijfers zijn beter dan verwacht en ze gaan het dividend met 4% jaarlijks verhogen. Ze zijn constructief bezig om hun schulden te verlagen en gaan voor 1 miljard per kwartaal aandelen inkopen en dat is een goed teken voor de aandelenkoers. BP heeft inmiddels zijn ex-datum bekendgemaakt. Net als Royal Dutch Shell boeken ze ook op 12 augustus dividend. De CEO is positief gestemd en dat heeft hij via meerdere media geuit. Dit was zijn betoog. So what's been happening? We know oil and gas prices have gone up. That that helped lead to these stronger than expected results. You think that's because of stronger demand post-Covid or do you think that that is more a situation of supply at this point? Well, look, I think, um, first of all, it's been, as you said, a, a strong set of results uh, this morning, Becky, and we're you know, very grateful to the BP team around the world for uh, delivering them. I think there are three things uh, happening: uh, the environment, or what we would call the environment, the outlook for the oil price, gas prices is one of them. I think we have more confidence in the outlook for oil and gas prices over the medium term. But it's not just that; it is the fact that the underlying performance of the business is strong, uh, and we have increasing confidence in the balance sheet, our net debt coming down for the fifth quarter in a row. So, to your question specifically. On oil and gas prices. Look, I think um, you know anybody who spends their time trying to predict these things usually ends up getting it wrong but we <laughs> do see uh, robust demand. Um, vaccines are working in the main oil consuming regions of the world, China, the EU and the US. Um, GDP globally is back to pre-pandemic levels. And I think OPEC plus discipline is strong. And in the US, Becky, where you are, uh, discipline in the shale business model uh, is quite strong, all of which says that prices are. Uh, strong and are likely to remain strong uh, over the medium term. And in fact, we've said today that in a $60 world, BP will be buying back about a billion dollars of shares per quarter. That's four billion dollars uh, per annum, which, by the way, is about five percent of the market cap of BP. And in additionally, we would have the capacity to increase our dividend annually by about four percent. Samenvattend, ziet het er goed uit voor BP en zeker een investering waard. De volgende is Cledstone Commercial. Deze is voor nu even een korte termijn risicoaandeel geworden. Dennis is een enorme fan van deze aandelen, maar deze week is een wet stopgezet die in de coronacrisis huurdersbescherming gaf. Nu deze wet is afgelopen, kunnen huisbazen, waaronder Cledstone Commercial, niet betalende huurders uitzetten. De gevolgen zijn dat er inkomstennips kunnen ontstaan. Die weer gaan reflecteren op de aandelenkoers. De ex-dividenddata voor augustus en september zijn 20 augustus en 21 september. Mijn tip voor de korte termijn investeerders is om niet voor oktober te kopen. De lange termijn investeerders kunnen gerust bijkopen en van het dividend genieten dat iedere maand wordt uitgekeerd. Dit was de terugblik op augustus. Dan gaan wij nu over op september. Er zijn niet veel bedrijven die in september dividend boeken. Een significante binnen het investeringsplan van Dennis is Digital Realty Trust. De geschatte ex-datum is 14 september. Deze aandelen omvatten een groot deel van het portfolio van Dennis, omdat cloud en andere dataopslag steeds massaler worden. Door de chiptekorten is er een rem op opslaginnovatie. Dus opslagcapaciteit in de vorm van bedrijfsruimte om de huidige technologie te huisvesten blijft noodzakelijk. Na de ex-dividendatum gaat Dennis zijn positie nog meer vergroten. Coca-Cola boekt 14 september dividend. Deze datum ligt vast. Coca-Cola is voor Dennis niet meer een primair aandeel, maar is misschien voor jullie nog een significante positie. Zoals in een eerdere video is gemeld, Coca-Cola kan in de toekomst hoge kosten te verwerken krijgen wegens opgelegde milieuaspecten en door de inflatie op grondstoffen. Kletstone Commercial hebben wij al besproken. Dan is de volgende in de lijst Steck Industrieel. Deze boekt 29 september dividend. Omdat Steck industrieel onroerend goed exploiteert, heeft de huurdersbeschermingswet geen impact op de huurders van Steck. De aandelenkoers is de laatste maanden sterk gestegen, waardoor het dividendpercentage is gedaald. Dit was het voor deze aflevering. Ik hoop dat jullie je agenda kunnen instellen voor het tijdig kopen van de benodigde aandelen. Ik wens jullie veel wijsheid en gezondheid toe. Tot een volgende aflevering en vergeet je niet te abonneren op dit kanaal.